Jairo, ben je klaar voor het kampioenschap? Ja, ik ben zeker klaar voor het kampioenschap. Ik denk dat het mooi is voor mij om op deze leeftijd deel uit te maken van de selectie. En dan ook nog een kampioens meepakken, zeg maar. Een kampioenschap, dat is mooi toch voor mij. Had je aan het begin van het seizoen ooit gedacht dat je zo snel al bij het eerste zou aanhaken? Nee, dat had ik niet gedacht, nee. Maar ja, het sneller gegaan dan verwacht. En nu gewoon aanhaken en blijven ontwikkelen. En ik vind het leuk, dus ja, is mooi. Weet je nog wat je dacht toen je hoorde dat je in de selectie van Cambuur Ajax zat? Ja, dat was eigenlijk... ik weet niet hoe ik het moet uitleggen. Maar het was gewoon een mooi moment, ja. Gaat zoveel door je heen op dat moment. Maar ik vond het gewoon leuk, meer dan deels. Na je debuut in de beker en de competitie en je twee doelpunten tegen Roda JC, wat voor gevoel had je toen? Ja, gewoon een blij gevoel natuurlijk dat ik die dingen heb meegemaakt met mijn debuut bij Ajax 1, terwijl ik nog 17 jaar ben. Dat is natuurlijk een jongensdroom en ja, ook mijn debuut was ook een mooie invalbeurt natuurlijk. Dus ik kan er elke dag nog over nadenken en positief. Wat is je favoriete positie? Linksback of linkscentraal in de verdediging? Linkscentraal in de verdediging is toch mijn favoriet. Maar linksback speel ik nu ook de laatste tijd. En ja, dan merk je toch wel hoe vaak je er speelt. Hoe makkelijker, nou niet makkelijk, maar je raakt gewend aan bepaalde dingen. Dus linksback begint ook wel leuk te worden. Heb je een idool op jouw positie? Ik denk Dante van Bayern München. Vind ik een goede speler. Wat is je ambitie voor het volgende seizoen? En in de toekomst verder nog dan volgend seizoen? Voor volgend seizoen zijn mijn ambities gewoon meetrainen met Ajax 1. En zoveel mogelijk minuten maken met Ajax 1 ook. En zo niet, dan gewoon minuten pakken bij Jong. En dan gewoon laten zien dat ik daar wel hoor natuurlijk. En voor verder wil ik gewoon zoveel mogelijk ontwikkelen. Ik ben nog jong. Ik heb nog tijd zat. Dus alles rustig aan gewoon. Wat is de link tussen jou en Indonesië? De link tussen mij en Indonesië. Mijn oma is Indonesisch, mijn moeder dus half en ik ben kwart. En altijd, als ik bij mijn oma was, altijd Indisch eten en altijd Indische familie op bruiloft en zo. Ben je er ooit geweest in Indonesië? Ik ben er nog niet geweest, nee. Ik moet nog wel gaan, ja. Je gaat met het eerste mee, denk ik, of niet? Selectie is nog niet bekend, maar ik denk het wel. Ik denk dat als ik ga, dat mijn oma dan ook misschien ook gaat bellen van hij komt eraan en hij is daar en daar. Dat ze misschien langskomen voor een foto of zo. Dat zou zomaar kunnen, ja. Hoe denk je dat de mensen in Indonesië over Ajax denken? Denk je dat ze jou kennen? Ik weet niet of ze mij kennen, maar ik denk wel dat ze positief zijn over Ajax. Het is natuurlijk een grote club, ook in het buitenland. Mocht je niet met Ajax gaan, heb je plannen om zelf een keertje naar Indonesië te gaan? Ja, dat zeker. Als het deze zomer niet is, dan in de winter of volgende zomer, maar wel kort, ja. Met mijn moeder vindt het ook natuurlijk leuk om naar Indonesië te gaan. Hallo Indonesië, Abba Kabar.